Hiernaast mij staat een Renault Alpine. Ik mag toch wel zeggen een stukje meesterwerk van Renault. Het is een bijzondere auto die destijds zo'n 100.000 gulden kostte. Zeg maar bijna net zo duur als een nieuwe Porsche 911. We hebben deze auto helemaal nieuw gemaakt. Fabrieksnieuw zelfs. Wat is er bijzonder aan? Dat gaan we jullie laten zien. Voordat ik ga uitleggen wat we bij deze auto uitgevoerd hebben, vind ik het belangrijk om toe te lichten dat dit eigenlijk een echte stiptauto is. En waarom? De basis van deze auto was eigenlijk vrij goed. Zeker gezien zijn leeftijd en zijn kilometerstand. En hoe mooi is het dan dat je echt met alle originele delen de auto zo kunt maken dat die echt letterlijk van de band rolde. In principe doen we dat met iedere auto. Maar als de basis, hoe beter de basis is, hoe mooier eigenlijk nog steeds het eindresultaat wordt. Zoals ik altijd zeg, minimaal 80% norm. Hè? Dus auto's, al zijn ze nog zo slecht en zijn ze volledig krokant. Deze auto kwam al op 70% binnen en is nu echt gewoon 99%. Ja, dit is echt kunst. We noemen het altijd de motorruimterenovatie, maar dit noem ik gewoon monnikenwerk. De motor is er niet uit geweest. Er zijn ook weinig zaken die echt gedemonteerd zijn geweest. We hebben echt met een kwastje, met vingers, je handen openhalen, overal tussen en onderdoor, om het echt gewoon heel goed en rustig schoon te maken, zonder dingen aan te tasten, zonder dingen te beschadigen, dingen af te breken. En als je nu dat kapje openmaakt en ik kijk naar de popnageltjes, ik kijk naar het hang- en sluitwerk, naar de kunststofranden, de gootjes, de klemmetjes, de kleppendeksels. Het is echt een nieuwe auto. Hij is echt nieuw. En dat vind ik heel erg gaaf. Zoals ik al zei, een echte stiptauto. In principe maken we iedere auto zo, maar deze auto is echt nieuw, omdat de basis gewoon echt top was. Dus jongens, als jullie nog zo'n auto hebben, graag, want ik sta er om te springen. Dus ik word hier heel erg blij van. Wat een snoepje, hè? Originele bitumenlaag, originele leidingen. Niet eens ooit een keer een drempeltje geraakt, moet je nagaan. Een sportwagen in die tijd, echt een serieuze sportwagen. Gewoon die man die auto destijds nieuw kocht, heeft er gewoon altijd rustig mee gereden. Misschien wel hard, maar nooit te gek, weet je wel. Gewoon nadenken, nadenken over hetgene wat je doet. En trots zijn op hetgene waar je mee rijdt. Dat is belangrijk. Als ik hier aan de onderkant sta, heel veel mensen denken dat het een Renault Alpine is. Dat is het ook, maar als ik hieronder sta, dan denk ik aan een DeLorean. Die we al een stuk of drie gedaan hebben, waarvan de ophanging, het subframe en de motor gewoon bijna identiek is. En dat is dan wel leuk. Dat soort zaken zie je dus alleen als je onder de auto staat. Maar wat hebben we gedaan? Niet alles is gedemonteerd bij deze auto, net als bij de motorruimte. We hebben eigenlijk zoveel mogelijk, laten we zeggen 80% van de onderdelen zijn op de auto bewerkt. Wat we natuurlijk wel gedaan hebben is de remmerij uit elkaar, de remklauwen eraf, het stralen, spuiten, dat soort zaken. Maar qua bodysuits en dingen is alles nog origineel hoe dat die auto zo'n 30 jaar geleden is afgeleverd. Ja, dit is gewoon typisch. Hè? Ook dit uitlaatsysteem is gewoon exact gelijk aan van een DeLorean. Die we al medisch maal uit elkaar gehaald hebben, wat op zich nog best wel een klusje is.
Dat hebben we bij deze auto ook gedaan, want een uitlaat wordt altijd warm. En als daar wat regen, pekel, straatvuil wat daar opkomt, dat tast snel aan, dan krijg je dus roestvorming. Dat zijn dus zaken die dus wel echt degelijk uit elkaar zijn geweest. Waar je dus ook nu gewoon echt een goed resultaat bij ziet. Wat eigenlijk nu in lijn staat tot en met de rest. Weet je wel? Dus we proberen echt alles naar een gelijk level te trekken. En dat is bij deze auto goed gelukt. Het exterieur van deze Alpine V6 Turbo, wat hebben we er nou eigenlijk precies aan gedaan? We hebben het lakwerk volledig geschuurd en geslepen, waardoor dat hij helemaal op hoogglans is en daarna gesield met een coating. Dat is vrij standaard werk. Wat het moeilijkere werk was, is het kunststof. Dat is dus wel volledig gerenoveerd. Want ja, hoe oud een auto ook is, hoe nieuw een auto ook is, dat verweert altijd. Omdat vanuit de fabrikant daar nooit een sealing overheen wordt gezet. Dus we hebben al het kunststof eraf gehaald, zowel de rubbers als de klinken, als de roosters. En die zijn volledig in een nieuwe coating gezet, waardoor dat ze de komende jaren, ook al is 40 graden, blijft het gewoon zwart. Dat geldt ook voor de paravan en de antenne. De velgen die zijn gecoat. Jullie weten ondertussen wel dat wij stipt zijn op de velgen, dat we dat graag netjes willen hebben. Dus die hebben we aangepakt. Zowel de koplampen als de achterlichten zijn ook van kunststof, zijn ook aangepakt. Dus die zijn weer helemaal hoogglans. Het wordt vaak heel snel dof. De ramen, dit zijn bijvoorbeeld hele moeilijke ramen om die echt fatsoenlijk schoon te krijgen. Wat men vaak doet is met een beetje ruitenreiniger een keer een doekje eroverheen halen. En dan ziet het er wel redelijk uit. Op het moment dat je dan bij de Shell gaat tanken en je hebt van die verschrikkelijke lampen erop staan, wat wij hier binnen dus ook hebben, dan zie je eigenlijk van allerhande zaken die je niet wil zien. Dus deze ramen zijn op een dusdanig niveau schoongemaakt dat hoe je ook kijkt, dat er echt niks meer op zichtbaar is. Het interieur van deze Renault Alpine V6 Turbo is wel echt een interieurrenovatie geweest. We hebben eigenlijk heel veel zaken nog best wel moeten demonteren, zoals de stoelen, het dashboard. Het was wel een frisse auto, maar er mankeerde toch wel het een en het ander aan binnen. Zoals de stoelen, daar zaten heel veel lijmresten in en ze waren wat doffig. Gelukkig zaten er geen gaten in, dus we hebben de stoelen gereinigd en geïmpregneerd. Dat je weer die originele glans erop krijgt, wat je dus eigenlijk alleen normaal bij een nieuwe auto hebt. Als je ook instelt, denk je... Weet je wel, dat is onbetaalbaar als je dat meemaakt, vind ik persoonlijk. En in de jaren 80 werd het natuurlijk nog behoorlijk gerookt. Als je hier bijvoorbeeld kijkt, kun je echt zien, het is gewoon nieuw, het is helemaal aangepakt. Hij was wel iets of wat aangetast, maar daar zie je nu niks meer van. Welkom in 2019, want er mag nergens meer gerookt worden. De soft touch delen is een bekend probleem, zowel van Ferrari als Alfa Romeo, Maserati, maar dus ook bij Renault. Als we dan kijken naar het stuurwiel, het dashboard, middentunnel, dat is er allemaal uit geweest nogmaals. En we hebben die soft touch lak eraf gehaald en een nieuwe aangebracht, maar dan zonder de weekmakers. Dus die gaat niet meer plakken, waardoor dat je dus ten alle tijde, zelfs met temperatuurswisselingen, dat je echt een strak onderdeel houdt. Wat betreft het ondertapijt, is ook nog wel een dingetje. Daar zaten ook allemaal lijmresten in. Dat hebben we compleet aangepakt, gereinigd en geïmpregneerd. Overigens de logootjes van de radio, die hebben we aangepakt. Daar waren wat dingen bij die niet helemaal klopten. De roosters die hebben we er letterlijk uitgehaald, omdat dit deel van het dashboard er toch al uit moest. En wat je dan vaak hebt, ja, het is misschien raar dat ik dat zo zeg, maar heb je dan nooit als je rijdt en je hebt of je schuifdak openstaan, wat hier niet in staat, maar wel achter een hele grote raam, als de zon zeg maar vanaf achter zo naar binnen schijnt,
dan zie je het meeste. En dan zie je dus echt dat in die rozen dat er altijd een hoop vuil zit en zo. Hier kan ik nu zo inkijken en dan zie ik gewoon echt dat het helemaal nieuw is. Wat ik ook openmaak, ik kan er gewoon echt niks meer aan vinden. Ook de logootjes en zo. En dan denk ik, dan zeg ik missie geslaagd.